Wel, goedenavond, allerbeste vrienden van het paleis. U hebt waarschijnlijk op dit moment hebt u al een lekker voorgerecht achter de kiezen. Maar wij zijn ondertussen, zitten wij hier in het, ja, niet zonovergoten, maar het is toch geen slecht weer, in Brussel. En ik zit hier naast graaf Buysse, meneer Buysse. Zeg maar Paul. Ja, ik ken u natuurlijk al heel lang van op televisie, maar dit is de eerste keer. Ja, allee, dat is dan de eerste keer. Ik ben dan de warre en u bent Paul. Goed, maar u hebt een bijzondere geschiedenis met de vrienden van het paleis. Hoe is dat zo begonnen? Wel, dat is een boeiende relatie. Maar voor ik daaraan begin, zou ik willen zeggen dat ik mij moet verontschuldigen dat ik vanavond niet bij al die toffe mensen zijn die hun centen, maar ook en vooral hun morele steun geven aan een instituut dat mij zeer nauw aan het hart ligt. Mm-hmm. En het jeugdtheater is iets waar wij met een groep mensen onder initiatief van Willy Winkelmans, professor Winkelmans, hart hebben voor ingezet. En ik voel mij dan ook een beetje schuldig dat ik vanavond niet in levende lijven aanwezig kan zijn. Maar dit heeft alleen te maken met het feit dat ik beroepshalve absoluut verplicht was vanavond ergens anders te zijn. Waarvoor nogmaals mijn verontschuldigingen. En ik zal dat proberen bij andere gelegenheden goed te maken. Die verontschuldigingen zijn, veronderstel ik, van heel de groep aangenomen. Hè? Want wij zijn blij dat we even bij u op de sofa mogen zitten. Dank je. Voilà. Dus ik heb altijd het jeugdtheater bewonderd. Ik vond dat die een belangrijke taak hadden. En ik ben als jonge knaap, hè, als 6, 7, 8-jarige, ben ik ook regelmatig, bijna elke maand, naar het toenmalige jeugdtheater gegaan. Ja, ja. Ik heb nog geweten dat het jeugdtheater op de Leien was. Men heeft dat daarna jammer genoeg afgebroken. Dat was ook de periode dat men de Bourla wilde afslagen en dergelijke. Ja. Maar goed, dat is geschiedenis. Dus zeer jong ga ik naar het KJT. Niet alleen voor het stuk, maar ook Tante Corrie die daar de ambiance maakte. Tante Corrie, ja. Die een vorm van opvoeding gaf, avant la lettre. Dat was een gezelligheid. Die kinderen die waren zeer spontaan. Misschien iets meer gedisciplineerd dan nu, want de tijden zijn veranderd. Ja. Maar in ieder geval, dat was formidabel. En toen Willy Winkelmans mij daarna, decennia daarna, kwam vragen, zouden we daar niets voor kunnen doen? Was ik voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid. En ik had daar ook rond een programma gebouwd dat niet alleen over financiën ging en over winst en over investeringen en staatssteun en tunnels onder de Schelde. We hebben dat gedaan, maar dat was één luik. Ik wilde ook iets cultureel doen. Mm-hmm. We hebben een standbeeld van Willem Elschot betaald op de Lange Gaststraat, over de Boer van Tien. Dat is ook mijn referentiepunt, een andere. Ze hebben daar formidabele bolletjes, bijna zo goed als in de Lengel. Maar je bent eigenlijk van Antwerpen? Ik ben 100% senior. Okay. Mijn vader was Antwerpenaar, mijn grootvader was Antwerpenaar, dus ik ben 100% van Antwerpen. Okay. Dus dan zijn wij begonnen met te zien, wat kunnen we hier doen? En ik heb toen een aantal avonden ingericht die in feite een zeer groot risico waren. En waar ik de elite van Antwerpen naar dat jeugdtheater uitnodigde om in smoking, in avondkledij, een voorstelling bij te wonen van het echte jeugdtheater. Dus niet iets dat voor volwassenen was gemaakt, maar zoals de kinderen het zagen, deden wij het op een vrijdagavond of een donderdagavond. We hadden toen inderdaad een 800... genodigden. Welke voorstelling? Wacht, ik kom daar. Ja, pardon. Een 800 genodigden. Ja. Die helemaal opgekleed aankwamen om wat te zien? Sneeuwwitje. Sneeuwwitje? Sneeuwwitje was toen op het programma. Dat werd schitterend gebracht. Ja. Maar nog eens, zoals het werd gebracht voor de kinderen. Ja, ja. Geen veranderingen? Geen veranderingen. Nee, nee. En daarna, wij hadden daar succes mee, de ouderen konden zich inleven en dat bewijst alleen maar welke schitterende acteurs en regie en dergelijke was. Dus die ouders konden zich inleven in het sprookje dat hun kinderen begeesterde. Mm-hmm. En daarna was er receptie en alle garçons, alle kelners waren in kabouter verkleed.
Behalve uiteraard Sneeuwwitje, die met haar verbluffende schoonheid overal wandelde en vooral de vrouwen jaloers maakte en de mannen hun hoofden liet draaien en god weet wat nog ook. Maar dat was een succes. Die financiële tegemoetkoming die daar werd gecreëerd zonder dat er aan iemand iets werd gevraagd. Integendeel, wij boden een zeer aangename avond aan. Zoals u, dames en heren, vandaag ben ik zeker een zeer aangename avond zult meemaken. Wel, en daardoor konden wij een goodwill creëren. Ergens is het spijtig dat zo'n ook financiële injecties nodig zijn. Hè? Het is spijtig dat het van de subsidie niet alleen, maar van, het is ook van alle tijden zeker. Het is van alle tijden. Ja. En voor cultuur zullen injecties nooit voldoende zijn. Omdat er op cultuur nu eenmaal een element van ongebreideldheid is. Cultuur kan alles aan, wil alles doen, wil het ook soms zeer, zeer groot zien. Dus dat debat ga je in de geschiedenis heb je dat gehad. En hier in België helaas, door de budgettaire problematiek, ga je dat ook hebben. Dus we moeten trachten met de middelen die er zijn. En wat zijn dat? De verschillende subsidies. Anderzijds de inkomsten. En dan moet je iets extra gaan proberen te genereren. En dat hebben wij gedaan toen met die avonden. En doet u nu verder hetgeen ik een lofwaardige, formidabel idee vind. Paul. Hè? Paul, mogen we zeggen dat we bij een volgende gelegenheid, als de vrienden nog eens bij elkaar komen, en het is ook altijd lekker eten, kan ik u verzekeren, dat wij u in ons midden mogen verwelkomen? Wel, ik kan u alleen maar beloven dat ik daar alles voor ga doen om inderdaad bij u te zijn. Mm-hmm. En ik zou als, wat mij betreft, laatste zin toch iedereen heel, heel hartelijk willen danken die daar nu vanavond aanwezig is. Want uw steun is van een vitale belangrijkheid. Niet alleen financieel, maar zeker ook moreel. Dat men weet dat de Antwerpse gemeenschap achter dat jeugdtheater staat. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zeer, zeer onder de indruk was van uw voorzitter, van Luc Allaert, die mij verschillende keren heeft gebeld, die mij suggesties heeft gedaan. En ik dank hem daarvoor. Ik dank hem, want voorzitter zijn is niet gemakkelijk. En ik dank hem dat hij die verantwoordelijkheid en die traditie op zich wil nemen. Voilà, dat is gezegd. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. En wij gaan verder lekker eten. Ja, zo is het, hè. Ja.